Goedendag, dames en heren. We zijn vandaag in Mulhouse in de Cité de l'Automobile. Dat vraagt om een uitleg, dat krijgt u zo direct. Maar het ziet er hier verrekte mooi uit. We hoorden Charles Trenet met Gilles, je t'achète une automobile. Ik koop een auto voor je. Als je dat hier doet, in de loods van dat museum waar wij in Mulhouse zitten, dan moet je je centen wel meenemen. Want hier staan, hier is een ding. U heeft net in het voorbijgaan heeft u een auto gezien. Daar wordt 50 miljoen euro voor geboden. 50 miljoen, dat is deze automobiel. Dat is een Bugatti Royale Napoleon. Daar bestaan er vier van op de wereld. En Fritz en Hans Schlumpf waren de mensen die deze auto's bij elkaar verzamelden. Dat waren textielbaronnen en die dachten dat ze alles konden. Ze kochten dus auto's, er staan er hier 400, hele oude modellen, hele mooie modellen. En toen hun fabriek over de kop ging hier in Mulhouse, echt duizenden arbeiders kwamen op straat te staan, moesten die twee broertjes vluchten naar Zwitserland. Nou waren ze al niet van helemaal onbesproken aard, want tijdens de Wereldoorlog hulden ze met de Duitsers. Maar er was iets heel vreemds voor die mensen, Fritz und Hans Schlumpf. Die waren zo nuttig voor de stad Mulhouse dat ze zeiden, ach, nou, het valt wel mee. Ze zijn wel fout geweest, maar laten we ze maar. Ja, het lijkt een beetje op wielrennen, maar zo ongeveer. Nou, dat is wat er allemaal aan de hand is. Welkom, Thijs Sonneveld. Je zit in de stoel van Bert Wagendorp. Die is nu met vakantie. Die zit in Boon, zit hier nu rustig te zitten. En jij gaat nu een week hier zitten. Hoe heb je de eerste week doorgemaakt als correspondent, als schrijver? Ja, voor het Algemeen Dagblad. Voor het Algemeen Dagblad. Elke dag een stuk gemaakt. Iedere dag je stuk gemaakt. Wat is je indruk van de tour tot dit moment? Ik vind het tot nu toe een erg open tour waar een hoop wordt aangevallen. Er zijn prachtige ritten geweest volgens mij tot nu toe. Vermaak je je? Ja, nou, ik vermaak me sowieso in de tour. Maar de klassieke aanloop zeg maar, van de tour waarin we weet ik hoeveel sprinters zitten hebben met saaie etappes. Ja, dat valt erg mee dit jaar. Ja, ja. Nou barstte gisteravond weer even de olala hè, van foei-sfeer uit. Er moest weer een renner opgehangen worden. Vier waren het er. Het verhaal Menshoff kwam. Hoor jij bij de tak van, ach, laat het nou allemaal maar? Of zeg jij, het gebeurt, je noemt het en je gaat verder? Sowieso van het laatste. Ik bedoel, als je kijk naar Menshoff, dat is maar een paar jaar geleden gebeurd. Als je zegt, laat maar zitten, het is het verleden. Ja, dan geef je het signaal af, jongens, doe maar wat je wilt, want je komt er toch mee weg. Dus ik vind het heel goed dat ze Menshoff alsnog eruit pikken. Ik zeg dat met nadruk, omdat wij wel eens de indruk hebben dat er binnen de wielrennerij, binnen het profpeloton, de volgers, iedereen die hier in de Ronde van Frankrijk is, het idee leeft van, zwijg erover, het is voldoende. Vanochtend hebben we de lakproef genomen en zijn naar Frans Maassen toegestapt. Heeft hij ooit tot discussie geleid bij Rabo? Ja, niet dat ik weet. Ik vond het altijd een prachtige renner. En dat gevoel heb ik nooit gehad. Is dit nou nog een klap voor deze ploeg? Of is dit zo ver verleden dat jullie denken van we moeten ermee? Ja, ik vind het gewoon jammer dat het zo'n mooie tour. En dan gaat het alleen maar weer over doping. En dat denk ik van ja, moet dat juist in de tour? En dat vind ik. Dat vind ik jammer. Het leidt weer helemaal af. En ik zeg al, het gaat nou mooie wielersport. En dat is wat je wil zien, is wat de mensen willen zien. En niet het gezeur weer over de doping. En dan gaat je podiumplek uit de Tour van 2010. Ja. Als ze zo doorgaan, dan komt Geesing er weer op. Dus dan bijna. Een Nederlander op het podium. Dankjewel. Ja, daar schiet niemand mee. Niemand wat mee op, volgens mij. Zei Frans Maassen vanochtend voor de start van de etappe. Gast nummer 2 zou u zich kunnen herinneren als zijnde een ongelooflijk talent. En dat ongelooflijke talent liep vanochtend op de startplaats en kwam toen mensen tegen met wie hij vroeger gewerkt had. Het gaat om de man die op charmante wijze een petje van Los Angeles op zijn hoofd heeft staan. Weet u wie het is? Tom Lezer staat rechts. Maar wie is de man met dat jackie aan? Wie is de man waar Nico Verhoeven nu deze accolade mee maakt? U denkt nu. Ja, het is een jonge vent. De auto's stoppen. Frans Maassen zwaait hem voldoende. En de man heeft... Wie heeft je haar gedaan, Kai? Dat is mijn zusje. Je zusje heeft je haar gedaan. Waar zijn die mooie lange lokken heen, zeg ik vol afgunst. Ja, nee. Ook maar eens een keer gewoon een nieuwe look nemen, dacht ik zo. Had je dat nodig?
Ja, misschien wel om dit allemaal mooi af te sluiten, ja. Wat af te sluiten. Kai, overigens, dames en heren, is Kai Reus. Talent. En meer dan talent. Totdat hij jaren geleden ineens tijdens de Ronde van Frankrijk stil op een weg kwam te liggen. Dat verhaal, dat pakken we op. Dat weten de meeste wielerliefhebbers wel. Want ik denk dat je eigenlijk je hele leven daarover zal moeten praten. Ja, dat zei het zo. Het is gebeurd. En... ja, het is voor jou gebeurd. Ja. Maar wij, de buitenwereld, Thijs, ik in ieder geval, Philemon. Philemon, ken jij zijn verhaal? Ja? Heel, ik kan me nog echt zo goed herinneren, ja. Dat is, als jij in één keer echt levensbedreigend in het ziekenhuis lag. En niet eens in de koers. Nee, dat was inderdaad in training. Maar ik ben ook eigenlijk wel geschrokken van alle reacties dat ik het gedaan heb. Ik heb dan de rit gereden die ik 7 jaar terug ook heb gedaan. Ja. En ik heb hem dan nu afgemaakt. En alle reacties die ik daarop gekregen heb, die zijn allemaal zo positief. En zo vol lof, zo van dat je dat aandurft en dat je het gedaan hebt. En daar heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. En in eerste instantie dacht ik van ja, moet ik hier gaan zitten? Ja, ik zit hier, want het volk die heeft mij 11 dagen gesteund toen die tijd. En als ik nu al die berichten weer krijg, dan denk ik bij mezelf, ja, ga hier zitten en vertel je verhaal erover. Ja. De eerste keer dat we met elkaar praten, dat was in Toulouse in 2008. Dat is al 6 jaar geleden. Dus ja. Er zitten 6 jaren tussen waarin alles gebeurd is. Je bent gaan schaatsen, je bent weer op de fiets gegaan, je hebt van alles gedaan. Ja. En dan zit er nu nog steeds dezelfde Kai naast me? Nee, ik ben wel anders. Je bent gewoon anders door al die gebeurtenissen geworden. En laat ik zo zeggen, toen was ik 1,22. Ik was toen in voorbereiding om de Ronde van Spanje te gaan rijden. En al zou dat goed gaan, misschien de Tour de France het jaar erop. Het is allemaal niet zo gelopen. Het is allemaal gebeurd en ik kan er nu gelukkig met een lach hier nu zitten. Ik heb die rit gemaakt en het is voor mij als een bevrijding. Ik zat met een traan en een lach op de fiets. Nou, die traan en die lach die gaan we straks zien. Philemon haalde ik er al even bij. Maar Philemon heeft een taak tegenwoordig in de Ronde van Frankrijk. Hij maakt radio en hij zal dat zo direct wel uitleggen. Hij doet namelijk dit. Geven? Ik weet niet of wij hier nog lang mogen blijven. Ja, en volgens mij, wij moeten straks namelijk terug naar Team Belgen. Nou, gooi maar de bus in, want ik mag niet achter dit koortje komen. Okay. Succes, nou, kijken. Ja, bedankt. De gebroeders Mulder, u heeft ze misschien in de avondetappe in de champagne gezien. Wat doe je iedere dag? Je reikt iets uit. Ik maak radio en ik heb mijn eigen klassement, dat is het oranje klassement. Dus ik reik elke dag trui uit aan de beste Nederlander in de verschillende klassementen. Ja. Maar dat is een stress gebeuren, want ik moet iets van 5 truien uitreiken. En dat kan maar in een half uurtje. Dat is het moment dat die renners de bus uitkomen en gaan fietsen. En ja, soms moet je dan ook even aan iemand anders je trui geven. Dus ik had de Mulders de opdracht gegeven om de trui voor de beste Nederlandse renner op dat moment, Tom Dumoulin, om die trui aan hem te geven. En lukte dat? Dat is, ja, hij heeft hem gehad volgens mij. Ik heb geen slechte berichten gehad. Ja. En loop je weer als kuifje in de Tour rond? Vind je het nog steeds prachtig? Nee, ik vind het nog steeds schitterend. Zoals Thijs ook al zei. Het is altijd mooi om in de Tour te zijn. Maar je hoort wel allerlei verhalen. Je weet meer. Je bent minder naïef. Dus het kuifje verdwijnt langzamerhand. En mijn haar krijgt een andere look, zeg maar. Ja, oké. Okay. We gaan over de etappe van vandaag praten. Want we hebben niet alle tijd. Er wacht straks nog een finale. Hier is de finale van deze etappe. Die wordt ingegeven door Tony Martin en Alessandro De Marchi. 28 en 29 jaar, deze Duitser kennen we. Die Italiaan, ja, was een baanrenner, kon behoorlijk uit de weg. En dit is het grondgebied, 170 kilometer van Gérardmer naar Mulhouse. Over 6 cols. Zijn dat echte cols? Jawel, want je gaat over de Schlucht van 1140 meter en de Markstein van 1183 meter. Dan komt er een kopgroep van 23 man achter die kerels aan. En waar je omhoog gaat, ga je ook weer naar beneden. En mis je soms een beetje de bocht, maar dan trek je dat wel weer recht. En bij die 23 man zaten kerels van naam Chavanel, Rodriguez en Boom, Paulinho, Spilak, Cherel, Bladagno, Dumoulin, Galopin. Galopin? Ja, Galopin was mee. Moana, Roland, Kruiswijk, Cherel. En, ja hoor, daar zijn ze, de storks, de ooievaars, die hier in dit gebied zo bekend zijn.
De mannen van de gele trui nemen het op het gemak. Het wordt 3 minuten, 4 minuten, 5 minuten. Het wordt 7 minuten achterstand voor het peloton. Rodriguez gaat even solo rijden. Dat is gewaagd. En het is de eerste keer dat we hem ook een keer alleen vooraan in de koers zien. Maar voor de rest kijken we vooral naar die mensen voorop. Die twee man. Dus nog een keer Alessandro De Marchi van Cannondale. 1,80 lang, sterke jongen, deze man. Maar hier al ziet hij donkerbrood voor zich liggen. Want hij kan dat wiel maar niet houden. En daarachter rijden vier mannen van een Europcar. Daar zit een Franse coup aan te komen. Er zitten te veel Franse renners in om na te denken van, wat is het vandaag? De 13e. En op de 13e denkt Tony Martin, dat is één dag voor 14 juillet, ik ga vast. Doei. En De Marchi is af, dood. En ja, die hebben we nooit meer gezien. En dan begint Tony Martin aan een indrukwekkende race. Maar wat gebeurt er met Galopin? Tony Galopin rijdt voor een Belgische ploeg. Begon ooit in Frankrijk. Bij Aubervilliers. En nu rijdt hij hier. En waarom laten we hem zien? Hij zit heel goed in het algemeen klassement. En als het zo doorgaat, en Tony Martin rijdt altijd door, dan komt Galopin in het geel. Dus er zit ja, dat mooie gevoel in van een Fransman in de gele trui. Of hij het nou speelt of niet, maar het gebeurt. Ja, er waren wel wat mensen gekomen. Het is over het algemeen wel stil in de Vorgezen. Dat is anders dan in de Alpen en in de Pyreneeën. En hier komen een ander soort wielerliefhebber dan je anders ziet. Dit zijn de mensen met de wandelschoenen, de wandelstok, de knapzak. Dit zijn, nou, GroenLinks staat hier eigenlijk aan de boorden van de Ronde van Frankrijk. Als je boven bent, zoals gezegd, moet je ook altijd weer naar beneden. En dat is dan wel weer mooi. Het is een indrukwekkend mooi gebied. Hier zijn grote wielerslagen geleverd. Merckx, de Vlaming, Bataclin. Hier hebben grote kerels gewonnen en verloren. Het is niet echt moeilijk klimmen, maar je moet er wel zijn. En dat doet deze Duitser op indrukwekkende wijze. Ik zei, er staan niet veel mensen langs de kant van de weg. Je zal je auto hier neer hebben gezet. Truus, kijk, daar komt hij. Waar? Nee, hij is al voorbij. Je ziet niks in die afdalingen. En het is te groen. En het ruikt er schoon. Dat is het eigenlijk. Die 23 man, dat worden er een keer 18 en dan weer 22. En hij zit in deze vreemde houding die we zo goed van hem kennen. Hij is drie keer wereldkampioen tijdrijder geworden. Hij heeft grote wedstrijden gewonnen. Was eerst in de Algarve, in Parijs-Nice, in de Ronde van Beijing, de Eneco-koers. En Bramati, die altijd zijn T-formulier goed in heeft gevuld in zijn leven, gaat hier naast hem zitten. Die weet van wat winnen is. En de hand komt hier. Het wordt overigens de tweede zege voor Quickstep, zonder dat de naam Cavendish daarbij komt. Trentin en dan nu Tony Martin. Daarachter is het een secondenspel voor de gele trui. En al die Fransen doen samen. Want morgen 14 juillet, morgen gele trui. Daar heeft hij geen boodschap aan. Indrukwekkend is het enige wat we allemaal kunnen zeggen. De hele dag voorop gereden. De hele dag voorop gereden. En met 23 man achter hem aan en geen centimeter dichterbij gekomen. Tony Martin. Grote prestatie op deze zondag, de 13e juli. Helemaal alleen gereden. Een prachtig gemiddelde. Ja, en de rest mag dan strijden voor de plaatsen die wij, de derde, niks vinden. Of de tweede. En wie gaat dat? Ja, je kan heel rustig afpoetsen, want de rest is er nog lang niet. Tony Martin, wat een tijdrijder. Wat een klasse. Patrick Lefevre, de manager, die is blij dat hij wat wint. En hier laat Cancellara zien dat hij nog wel even kan sprinten, want hij haalt Van Agermaat achter zich. En Dumoulin wordt keurig vierde. Kruiswijk zit daar niet ver achter. En die man in het rood is Galopin. Uit een rijk Frans wielergeslacht. Zijn ooms en zijn vader reden. En zijn vrouw rijdt ook. Zij is prof bij de vrouwenploeg van Lotto in België. Nou, dan weet u alles over deze etappe. Een heldendaad van Tony Martin. Een Fransman die van rood naar geel gaat. En dus de trots van La Douce France morgen zal zijn tijdens de etappe. En dat betekent dat we nu de uitslag kunnen zien. En die uitslag geeft aan dat de achterstand van Cancellara en Van Avermaat zo was. Tom Dumoulin daarachter, 2 minuten en 45 seconden. Je zal het moeten hebben gereden zoals hij dat heeft gedaan. U ziet de namen verder staan. Kruiswijk staat volgens mij op de 7e plaats. Maar ze hebben de monitor voor mij aan de andere kant van deze loods gezet. Hartelijk dank, heren. Maar u kunt het thuis wel zien. Goed zo. U weet wie er gewonnen heeft. Jeroen Stekelenburg in zijn nieuwe leven in de Ronde van Frankrijk staat over het algemeen bij een ploeg. Ik kan me indenken, Jeroen, dat je in de buurt van Tony Martin bent. Is dat zo?
Nou, dat nog niet helemaal. Wel in de buurt van zijn ploeg. Want achter mij kun je zien dat de bus van Omega hier net het parkeerterrein op is gekomen. Alleen de etappenwinnaar komt meestal met de auto iets later, omdat hij nog wat plichtpleging op de finish heeft. Dus zijn ploeggenoten zijn er al. Martin komt denk ik met een minuut of 10 en dan meld ik me weer, Mart. Goed zo, dankjewel. Dan kunnen we daarop wachten. Want hij is over het algemeen reuze vriendelijk om de pers te woord te staan. Ik wil nog wel eventjes naar Tom Dumoulin gaan. Die wordt weer vooraan in een pelotonsprint vierde. Maar hij heeft vooral oog gehad voor datgene wat Tony Martin heeft gedaan. Ja, je wilde meezitten, dat is gelukt. Ja, is het geworden wat je ervan voorgesteld had? Ik had me in mijn dromen voorgesteld dat ik met je handjes over de streep kwam. Maar nee, Tony was ongelooflijk. Echt ongelooflijk. We hebben echt afgezien bergop. En hij rijdt gewoon nog verder bij ons weg. En dat hij op het vlakke zijn voorsprong behoudt, dat vind ik niet zo gek. Want er reden alleen een stel Fransen van Europcar eigenlijk op kop. En die hebben dat toch niet zo door hoe ze dan op het vlakke tempo moeten maken achter zo'n buffel. Maar die klim ook, dat is gewoon outstanding. Thijs, zou je nadat de prof heeft gesproken, als buitenstaander, maar als geïnteresseerd en als wielrenner zelf willen zeggen van hoe moeten we dit inkaderen? Tony Martin in zo'n dag als vandaag. Ja, 170 kilometer. Bijna voor oorlogs. Het zijn echt de oude doosverhalen van die Ferdy Kubler, weet je, van die mannen die meteen naar de start wegreden en tegen een heel peloton stand hielden. Hij heeft het vorig jaar in de Vuelta ook geflikt, toen tegen een heel peloton, wat misschien nog wel straffer was. Hij werd toen net voor de finish ingehaald, omdat Cancellara misschien wat te jaloers was. Die trok van heel ver de sprint aan, waardoor hij nog echt net werd ingehaald. Dat was misschien nog wel knapper, want daar reed hij echt tegen de sprintersploeg op het vlakke. En ja, het kan eigenlijk niet, weet je. Wielrennen is, als je in een groep samenwerkt, kun je zoveel meer snelheid maken. Heb je zoveel voordeel van de lucht die je voor elkaar breekt. Het kan niet wat hij doet, maar toch gebeurt het. En ja, zodra hij wegrijdt, weet je eigenlijk ook nog dat hij het gaat doen ook. Kar, jij kwam hier bij ons tentje zitten. Je keek naar het beeld en je zei alleen maar, Tony? Ja, dat zei van mij genoeg. Het is gewoon formidabel wat hij gedaan heeft vandaag. Ik heb er gewoon eigenlijk geen andere woorden voor. En ik denk dat het wel kan, want dat persoon, dat is zo'n machine, zo'n tijdritmachine. Het is gewoon, ja, wat Thijs zegt, al geef je hem een meter, dan... En hij heeft zijn dag, dan doet hij het en dat zie je. Er is een hele mooie statistiek vorig jaar bij het WK ploegentijdrit. Ja. Zou Tony Martin in zijn eentje, die reed over hetzelfde parcours, of vrijwel hetzelfde parcours, zou die vijfde zijn geworden. Dus dan heb je een ploegentijdrit waar die gasten met z'n 8 of 9 en volle bak aan het rijden zijn. En Tony Martin doet dat dus in zijn eentje beter dan... Hoe kan zoiets? Ja, extreem veel power. En wat je heel goed bij hem ziet is dat hij zijn aerodynamica, wat hij op de tijdrit fiets heeft, dat hij die ook weet door te voeren naar zijn gewone fiets. Hij heeft een heel klein stuurtje maar. Want het ziet er een beetje raar uit als hij gaat staan ook. Dus hij zit zo aerodynamisch. Maar hij is niet gebouwd als een beer. Nou, dan heb je... Nee, hij heeft geen Cancellara-achtige afmetingen. Hij is 1,80. Ja, maar als je ziet, als je die benen... Ja, ik zou het bijna poten willen noemen. Ja, als je die ziet, het is echt... Ja, kijk, wielrenners zijn natuurlijk sowieso, afgezien van heel weinig... Echt groot en sterk. Ik bedoel, ja, als je ziet ze in de peloton zitten, dan lijken ze heel groot en sterk. Maar dat komt omdat er in die mini klimmertjes naast rijden. Maar Tony Martin is wel echt een beer ook. Ook als je hem zonder shirtje ziet, er zit ook wel echt een beetje... Sportschool in? Ja. Dit is ongetwijfeld heel veel krachttraining ook. Als je zulke verzetten moet ronddraaien, dat doe je niet zonder... Er zal nog lang over gepraat worden, denk ik, over de dag van vandaag. Een man die bijna 170 kilometer... voorop rijdt. Want die Italiaan die kon dus niks anders dan in het wiel blijven. Hè? Nou ja, hij gaat van zo ver ook aan. En je weet, er is gewoon bijna geen rijden tegen. Ja, die jongens van Europcar die hebben er achteraan gereden. En er zaten echt een paar goede klimmers bij. Nou, het enige wat ze hebben gedaan is tijd verliezen. Goed, dat is wel mooi, want vorig jaar had hij eigenlijk het mooiste verlies wat ik heb gezien. En het is eigenlijk bijna de mooiste winst die je kan hebben. Verleden jaar pakte Cancellara hem en vandaag wordt Cancellara tweede. Misschien is dat wel een voorzienigheid, toch? En op de avond dat Duitsland speelt, wint Tony Martin uit Cottbus uit Oost-Duitsland. Komen we zo direct misschien nog over te spreken. De stand van zaken na vandaag is dat we het algemeen klassement zien met de Tony Galopin. Dus een Franse leider. Hij rijdt voor de Belgische Lotto-ploeg. Nibali staat nu op 1,34. Macado
is daar op de derde plaats gekomen. Vogelsang, die overigens ziek is, op 3.18. Porte stond er, Kwiatkowski stond er, Valverde stond er. Roland komt dichterbij, Contador stond er, Bardet is ook dichterbij gekomen. Het is nu zingen voor Frankrijk, want ze hebben nu een gele trui. Nu zegt de eindredacteur iets in mijn oor wat hij nu nog een keer kan herhalen. Hij zegt Mollema 12 op 4.36. Dat kon ik dus met die kippige kop niet zien, Jan. Dank je wel. Kai. Fiets je nog? Ja, ik fiets nog steeds, ja. Hoe? Ik rijd bij Park Hotel, mijn continentale ploeg. Ja? Rijk. Ik heb 2 jaar geleden een stapje terug moeten doen. Ik reed toen bij een voor mooie Amerikaanse ploeg. Mijn moeder is toen plotseling overleden en heb toen een stapje terug gedaan. En rijd dit jaar ook nog continentaal. En in mei dit jaar heb ik besloten om de cirkel af te maken. En dat is, heb ik deze week gedaan. Ik wilde heel graag terug naar deze plek en de rit afmaken. En dat was gewoon een heel bijzondere dag voor mij. Laten we even teruggaan. We hebben 6 jaar geleden, 2008. Ja. Ja? Je rijdt niet in de Ronde van Frankrijk. Je traint in de Alpen. Nou, 2007 was het. 2007, ja. Neem niet kwalijk. Ja? Je traint in de Alpen. Ja. Je traint alleen. Ja. Was je alleen? Ja, ik was een dag vooruit gegaan. We hadden het een dag later zouden we een kliniek hebben met, vanuit de Rabobank, met gasten van de bank. En ik zou daarna doortrekken naar Nice op vakantie, 2 weken en tevens trainen. En ik ben die ochtend inderdaad alleen ben ik van Tienje naar met de Iseran toegereden. Om gewoon even 3 uurtjes gewoon los te rijden eigenlijk was het meer. Nou ja, weliswaar, je moet wel een kol op. Maar het is toen fataal misgegaan. Op de terugweg, zeg maar. Zullen we naar het filmpje gaan kijken? Want ik denk dat dat filmpje... Wil je er zelf naar kijken? Ik wil er wel naar kijken. Ik heb hem ook al is de, de confrontatie is niet te heftig? Nee, helemaal niet. Ik heb die klim ook opgereden donderdag. Met een, echt wat ik zeg, met een traan en een lach. En zo van, yes, ik rij hier, weet je. Ik kan mij niet voorstellen. Voor hetzelfde geld had ik in een rolstoel gezeten. Ik was een dag later bij het ziekenhuis in Grenoble. En ik zie iemand aanrollen in zijn rolstoeltje en denk ik, verdomme, Jezus. Ik loop er even omheen, want dit moet ik zien. Goed zo. We gaan naar dat moment terug. In een rit van vandaag. Met behulp van Jaap Stalenburg komt dit allemaal voor elkaar. Dat politierapport? Ja, dat is het politierapport, ja. Is jij nou een beetje duidelijk, zolang maar wat er gebeurd is? Ja. Ik moet vandaag gekomen zijn. Zo naar beneden. En dan moet ik hier auto gepasseerd zijn. En dan ben ik daar al waarschijnlijk. Waar heb ik die bocht waarschijnlijk afgesneden? Want ik ben daar bij het muurtje ben ik gevallen. Dat is weet ik, 2 liter bloed van mij of zo. Ik weet het niet anders, maar het ligt wel heel veel. Zo'n schaaf over de weg. Dat ik gegleden ben. Misschien ben ik dan toch tot stilstand gekomen, tot het muurtje. En ik weet het gewoon allemaal niet meer en dat is wel gek. Ik weet voor de rest week alles, daarvoor. Dat ik wakker word, weet ik. Ik ben afgeremd door een auto, dat kan niet anders. En ik heb waarschijnlijk een manoeuvre gemaakt waardoor ik hier stil ben gekomen. Emotioneel moment? Nou, wel, maar het is niet dat. Ik ben meer blij. Ik ben meer blij dat ik dit doe en dat ik dit kan doen. Want voor hetzelfde geld had ik dit nooit meer kunnen doen. De uren, de minuten en het uur daarna is gewoon heel cruciaal geweest. Ik heb me gewoon heel goed geholpen meteen. En de hulp daarna in Grenoble, dat is natuurlijk ook grandioos geweest. En het revalideren dus. Dus het is een beetje... Het blijft gewoon...
Dit was de lach, de traan, de werkelijkheid. Ja, alles in één. Als je ook, laat ik zo zeggen, ik vind het uitzicht daar geweldig. Ik ben op een hele mooie plek gevallen. Ja, ik moet er gewoon lachen eigenlijk. Maar okay, ik klinkt maar, een beetje dubbel, maar ondertussen ook een beetje, komt er toch een beetje een traantje. En, dus voor mij gewoon echt gewoon het, ja weet je, ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. En dat ik überhaupt de energie voor gehad heb om dit nu te doen. Het is gewoon zo bevrijdend voelt het. Het is rond. Het is echt rond, je bent teruggegaan naar die plaats. Je hebt het gezien, maar kan je het nu afsluiten? Dat is de vraag. Ja, ik denk het wel. Je denkt het? Ik wil het. Ja. Ik wil het al 7 jaar. En ik heb in 7 jaar tijd geen energie gehad om deze rit te maken. En durfde je niet? Ik weet niet. Er waren ook te veel randzaken die speelden. Misschien ook wel, durfde ik het wel niet. Maar moet ik zeggen, de fietsrit was gewoon heel fijn om te doen. En het was ook echt als een overwinning dat ik weer terugkwam in 10 jaar. En op ook echt exact dezelfde plaats van waar ik toen sliep. En een dag later ben ik dan naar Grenoble gegaan. En dat was eigenlijk dat ik dacht van, dit is eigenlijk wat heftiger dan de fietsrit die ik gisteren maakte. Ja, het is... als je dat dan hebt gedaan en ik heb dan 3 Twitterberichtjes geplaatst, eigenlijk zo meer zo van jongens, ik ga het doen. En wat je dan in één keer aan reacties krijgt, dan denk ik bij mezelf, ik heb het nooit meegemaakt die 11 dagen. Maar ze hebben allemaal met me meegeleefd. En wat voor impact het geweest is voor mijn vader, moeder en mijn zusjes. Dan moet ik toch al bijna huilen nu, weet je. Dat heb ik nooit geweten. En dan krijg je dat besef en dan denk je wel bij jezelf van wow. Ja. We zaten 6 jaar geleden ook met de avondetappe op een regenachtige avond. Met dokter Jos Benders en met Kai Reus onder een overkappingje in Toulouse. Dat kan ik me nog herinneren. En toen hadden we het ook over de val. Maar die val was toen veel verser. En het praten met Kai was toen anders. Het hoofd was anders. En toen had ik wel een laatste vraag. En die draag ik ook nog altijd met me mee. Dat ging zo. Ik heb wel eens gehoord van mensen, ik heb er ook wel eens over gelezen, dat er momenten zijn dat je tussen leven en dood ergens hangt. En dat je dan iets ziet wat wij niet zien. Heb jij zoiets gezien? Of kan je dat niet meer herinneren? Nee, ik kan het heel goed herinneren, ja. Hoe ziet dat er dan uit? Dat is iets voor een later stadium. Daar kan ik nu niet over praten. Dat vind ik nog te moeilijk. Neem me niet kwalijk dat ik erover begon. Ja, maakt niet uit. Neem me niet kwalijk dat ik erover doorga. Nou, geen probleem. Maar kan je het, mogen het weten. Kan je het nu uitleggen? Ja, ik kan het wel uitleggen. Maar ik weet niet of het te begrijpen is. En probeer het eens. Je hebt 3 mensen hier die aan je lippen hangen. En die het hele proces meegemaakt hebben. Ja. En je hebt waarschijnlijk in Nederland een heleboel volgers die het ook weten. Er zijn wel mensen die het weten, ja inderdaad. Ja. Maar wat was het dan? Ja, je moet je voorstellen dat je gaat gewoon echt letterlijk en vroeg oud. Ik weet het gewoon niet dat ik gevallen ben. En ben gewoon heel goed geholpen. Het cruciale is toch geweest het eerste uur. En daarna word je in een kunstmatige coma gehouden. En er is een moment geweest dat ik wakker ben geworden na een week. En dat is ook, dat weet ik wel, maar ook weer niet. En dat is bevestigd door het dagboek van mijn moeder. Die heeft dat geschreven. En ik heb dat eigenlijk pas in mei gelezen. Ik heb er nooit energie voor gehad om het te lezen überhaupt. En ik heb dat gedaan en ik denk, weet je, nu ga ik het ook afmaken en ik wil het weten. En om terug te komen op dat moment dat ik wakker werd, zeg maar, dat is heel raar. Ik lag vastgebonden en je denkt echt best wel van, wat is hier aan de hand? Je zit zo, zelfs op dat moment zat ik zo in mijn gedachten van, ik wil het naar het najaar toe. Ik wil de Ronde van Spanje rijden en ik wil afsluiten en sluiten in Lombardije. Daar was ik zo mee bezig. Maar zat je in een schemersituatie? Of waren de beelden duidelijk en zichtbaar? Nou, het was wel raar, want er waren doktoren om je heen. Dus ik had niet het besef waar ik was. En dat is raar.
En uiteindelijk word ik 4 dagen later, de 11e dag, word ik dan wakker gemaakt. Of werd ik wakker. En toen was er dus geen paniek. Maar ik weet pas 2 dagen later van daadwerkelijke was. Dus pas dag 13 geweest. Maar bestaat er een periode, een schematoestand tussen leven en dood? Ja, absoluut. Tenminste, voor mij, dus mijn ervaring is dat wel. En dat heb ik niet als onprettig ervaren. Maar dat is voor mensen die, weet je, het bijna doodervaring is dat mensen mogen het weten. Dat is iets heel aparts. Mensen die dat meemaken, die kunnen het beamen. En, je hoort dan ook dat mensen niet meer bang zijn voor de dood. Ben ik ook echt niet. Nee, absoluut niet. Blijf maar even bij ons nog. Dat ja, lijkt me wel goed. Dat ga ik ook zeker doen, ja, hoor. En kruip op een fiets of ga schaatsen. Dat maakt mij helemaal niks uit. Je zegt nu dat je niet ons onprettig hebt ervaren. Nou, ik heb je gevolgd een jaar lang na je val. Hoe je nu praat, dat volgens mij weet iedereen als je de uitzending van 6 jaar geleden ook gaat terugzijn. Kijk hier, dat is een totaal andere kaai. Maar destijds kon je er echt nauwelijks over praten. Toen we hebben middagen en weet ik hoe lang. Ja. Toch eens over dijken gemaakt waarin we elke keer stuiten op zeg maar dezelfde vragen. Ja. Maar nu zeg je dat je dat wel als prettig hebt ervaren. Is er dan iets veranderd in het proces de afgelopen jaren? Dat je er op een andere manier over bent gaan denken? Ik ben ook niet de persoon toen geweest wie ik was. En dat is ook voor de buitenwereld heel moeilijk te begrijpen geweest. Mensen zagen een gezonde jongen in principe, maar weet je, van binnen was er zoveel kapot. En er is zoveel therapie voor geweest om dat allemaal überhaupt op een rijtje te krijgen. Ik heb het wel nu te doen gehad met mijn familie toen. Dan denk ik wel bij mezelf van, potverdomme, wat die ook meegemaakt hebben. Dan wil ik zeggen, door therapie en zo ben ik er gewoon bovenop gekomen. En ik kan me goed voorstellen dat mensen er niet bovenop komen. Jij hebt de mazzel gehad dat je het wel hebt. Ik moet heel hard zijn nu. Ik zou hier best een uur over door willen gaan. Maar zo direct knipt iemand de lijnen door. Want zo is het. We moeten bijna al gaan afsluiten. En neemt u me niet kwalijk dat ik het voor u in de huiskamer ook zo hard doe. Maar het kan niet anders. Maar, misschien wel goed. Okay, want we hadden alle 4 tranen in onze ogen staan. En dat was ook wel iets moois. Ik zei u eerder al in het programma, Filemon ging op onderzoek. Laten we maar wat wegstarten, dan krijgen wij ook weer een beetje die ademsappel naar beneden. Het belooft een mooie etappe te worden met misschien wel een spannende finale. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe die andere finale leeft in het peloton. Dit team Lampre, die hadden de enige Argentijn in het peloton. Die is helaas naar huis, maar misschien is hij wel naar huis gegaan om de finale live in Argentinië te beleven. How is Richese doing? He flew back home in Italy. Yeah. After 3 crashes in 5 stages. You are sure he had an injury? Yeah. Not a flare. No. Sure. Not because of the final? No, I don't think so. André, kan ik u iets vragen? Geen probleem. Hij is ook gespannen voor het voetbal. Bist u nerveus? Why? Die voetbalfinale is deze nacht. Er gibt keinen Grund, nervös zu sein. Nein? Nein. Du denkst, du gehst gewinnen? Der Sieger ist schon klar. Ja. Und bist du mehr nervös für die Zeitlimit oder mehr für das Fußballspiel? Mehr für das Zeitlimit, ja. Ja? Komm, Kittel. Hallo. Ich noch mal kurz rein wegen dem Regen. Bist du nervös? Ein bisschen. Wegen den Scheißbergen. Für das Fußball? Fußball auch, aber ich glaube, wenn wir der deutschen Presse glauben können, dann sind wir schon längst Weltmeister. Was denkst du? Ich denke, wir gewinnen. Ja? Wie viel? 2-0. Die Duitsers, jongen, die denken dat ze de wereldkampioenschap in de pocket hebben. Ja, fürs Fußball bin ich nicht nervös, nee. Nein. Weil du denkst, du gehst gewinnen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Wie viel? 2-1. Du gehst gucken? Ja, auf jeden Fall. Diese Abend? Ja, natürlich, ja. Wir haben gestern geguckt. Ja, das ist schön, hè? Das ist Glück, dass du nicht gegen Niederländer musst. Weil Brasilien hat bei uns kein Goal gemacht. Ja, aber wie war das? Brasilien hat
Deutschland 7 Tore und Holland? Ja, 7, 1, 1. Wir haben kein 1. Ja, je hebt dus één Duits team in de Tour en dat is een heel onbekend team eigenlijk, NetApp. En die hebben ook een heel zielig klein busje. Die hebben het kleinste busje van iedereen. Bist du nervös für diese Abend? Nee, ich verstehe. Also, was meinst du abends? Kannst du halt in Englisch? It's maybe easier. No, no, no. Diese Abend. Denk mal. Oh ja. Ah! Nee. Warum nicht? Schlimm wäre es, wenn Holland gegen Deutschland. Ja, dann wird es wirklich schlimm. Wäre gerade ein Casino, aber. Ja. Nee, ich denke, wir bringen es nach Hause, ja. Ich denke, wenn Deutschland gewinnt, dann tut das nicht so weh mehr. Hoffe ich doch, ja. Glück. Und wenn sie verlieren, tut es mehr weh, ne? Ja. Viel Glück! Filemon, jij maakt snel vrienden in het veldon, hè? Ja, maar dat is toch leuk bij de Tour? Die mensen zijn zo ontspannen en die staan ook open voor een geintje. Het is niet allemaal zo serieus. Dat vind ik echt heel leuk om mee te maken. Ja, en er wordt gezegd dat Degenkolb echt de geestigste renner van het peloton is, hè? Daar kan je altijd mee lachen met die gozer. Ja, maar Kittel is ook heel leuk. Dat zijn twee echt lolbroeken. Dat vind ik mooi om te zien. Ja. Ja. Nu gaan we weer even vaart maken. Want we hopen dat Tony Martin zo direct nog te vinden is voor de camera. De rennerkenner. Laten we daar maar mee beginnen. Stuur uw antwoord naar tourquiz@nos.nl. De opgave van gisteren was lastig. We zagen de hagedis op een fiets. Een bijnaam die deze Italiaanse renner te danken heeft aan zijn rijstijl met onbeweeglijk bovenlichaam. We zochten Gianni Bugno. Hadden we dat geweten? Wist je dat hij de hagedis heette? Ja, achteraf. Ja? Ik had er niet op gekomen zo al die limen. Nee, ik heb gisteren de uitzending gezien, maar ik Oké, okay, maar goed, daar hadden we hem niet. Jaap Jansen uit Tilburg, die had het in ieder geval wel goed gezien. En die krijgt de bouke, de pet, de trui en de bidon. Hartelijk gefeliciteerd. En als ik tijd moet maken, dan moet ik dat nu meteen doen. Dus zeggen de dag van morgen, de 14e juli. Morgen op de Franse feestdag staan er maar liefst 6 bergen op het programma. De aankomst ligt op de top van een col. Ah, eindelijk serieuze bergen. Als er ooit een wedstrijd zou zijn voor de berg met de mooiste naam, dan zou de Planche des Belles Filles met minuten voorsprong winnen. Ook 2 jaar geleden eindigde de eerste bergrit van die tour op de plank van de mooie meisjes. Destijds was het de eerste keer dat de onbekende Brit een hoofdrol opeiste op het wereldtoneel van de Tour. Hij won die etappe op indrukwekkende en we moeten het toegeven iets wat onorthodoxe manier. En liet daar al zien over minstens zoveel mogelijkheden te beschikken als zijn kopman, Wiggins. Goh, jongens. Ja. Heerlijk. Eindelijk. Froome wint de etappe. Het was ook op de Planche des Belles Filles dat het Rabobank-duo Mollema en Gesink van de tabellen werd gereden. Het zou niet de Tour worden van Bouw en Ro. Ongeveer 4 eeuwen voordat Mollema en Gesink er hun Waterloo vonden, was de Planche des Belles Filles de plaats waar jonge meisjes uit de omgeving hun toevlucht zochten om niet in handen te vallen van Zweedse wrekers. Volgens de legende sprongen alle regionale maagden radeloos in een meer, dat ook naar hen is vernoemd. Aan al wie morgen de benen niet heeft en bang is in handen van de Keniaanse wreker te vallen, losse volstaat. De Keniaanse wreker die is inmiddels naar huis. Zijn plaatsvervangers deze tour komen overal vandaan, uit de hele wereld. Nou ja, behalve Zweden. Ik beloofde u dat we ons best zullen doen, maar soms zijn dingen niet te regisseren. Hij wint dus de etappe, dan moet hij een heleboel plichtsplegingen doen. En daar zit hij dus te bellen, zo ik zie. En Jeroen, sta jij naast die auto, dat als hij eruit komt dat je kunt gaan praten? Ik sta op 1 meter afstand, Mart. Maar ja, je snapt dat ik dit telefoongesprek niet ruw ga onderbreken. Dus het is nog heel even afwachten. Heeft hij je gezien? Hij weet dat je er staat?
De afspraak is gemaakt tussen Martijn Hendricks en de perschef. Hij moest natuurlijk drie keer naar het podium. Voor de bolle trui, voor de etappenwinst en voor de rode rugnummers. Dus het heeft even geduurd. We kregen 15 minuten geleden te horen dat hij op 3 kilometer afstand was. Ja? Maar ik weet niet wie hij aan de telefoon heeft. Maar dit is de persman, Alessandro Tegner. Die heeft nu ook de opdracht gekregen om het een klein beetje te versnellen. En die roept dat jij waarschijnlijk live bent. Maar weet Tony Martin van Studio Sport af? Dat denk ik niet. En weet hij dat wij hele strenge scheidsrechters in Nederland hebben? Nee, maar het is iemand van zijn familie, dat kan niet anders. Zo zitten wij hier nou. Belangrijker, hè? Ja, maar wacht even. Hoeveel seconden hebben we nog? Want het is allemaal secondenwerk geworden. Tony, bieten. Steigen Sie mal aus. Hij belt met zijn meisje. Ja, oh, hij zit met zijn meisje te bellen. Jeroen, ben je er nog? Ik ben er nog, Mart, zeker. Nou ja, hij ook, zo te zien. Maar het feit is nu dat de eindredacteur van dit programma, jou bekend, dat hij heel streng is. Misschien dat je één ding aan hem kan vragen. Nee, als je iemand met zijn meisje praat, dan hou je daar geen microfoon bij. Dat is zo. En Alexander Tegner, die kan ook niks regelen. Dit is ware liefde. Daar moeten we niet tussen willen komen op dit. Nee, we moeten er helaas uit. Dames en heren, dit was de man die vandaag de etappe wist te winnen. Fijn. Lekker gesprek, Jeroen. Jongens, reuze veel dank. Kai, de cirkel is rond. Maak er een mooi leven van, man. Ga ik zeker doen. Ja? Filemon, dat doe jij ook. Ik zie jou morgen. En wij laten Dalida iets anders doen dan normaal. Rio do Brasil. Goedenavond.